Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах там в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. И они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему. Leger zit vol met LHBTI'ers. En dat maakt me niet uit wat je geaardheid is. Maar als ik in een oorlog zit, moet de soldaat naast mij Rambo zijn. En niet Gordon met een camouflagestring. Het leger is voor G.I. Joe, niet G.I. Joehoe. De Russen hadden een LHBTI'er gevangen genomen, gemarteld. Ja, vond hij lekker. De afloop kwam hij terug. Hoe was het bij de Russen? We gaan daten. Waarom zitten de LHBTI'ers in het leger? Ja. Die geven goede rugdekking. Ja, wat is dit weer? Wat is dit weer? Waar zijn we nou weer aan? We zijn nu in Amsterdam. Amsterdam zijn we. Oké. Okay. Ja. Voor wie? Voor Doreen Roos. Doreen Roos. Doreen. Doreen Roos. Oké. Okay. En ja, waar is Doreen van? Van Temptation Island. Ze is model, actrice. Ze is playmate van het jaar geweest. En ze zeggen ook dat ze op Angelina Jolie lijkt. Dat klopt ook, ja. Maar weet je, want dit is even serieus. Sorry. Ja, dit is even, serieus. Nou, we erin toch? Want dit is een hele mooie vrouw, weet je. En ik ken jou. Ja, ik ben Creative Dutch. Ik ben ook heel groot op Instagram en ik ben beroemd, weet je. Dan ga je proberen om haar te versieren, ja. en dan kom ik over als een soort lompe boer, zeg maar. Ja, maar ja, ik hier werk je keihard voor. Nee, zullen we naar de bioscoop gaan? Ja, ik wil wel naar de bioscoop gaan. Ja. Ik weet precies hoe het gaat, wat je gaat doen. Waar zie je me voor aan? Nou, omdat ik dan Echte mannen, bestaan ze eigenlijk nog wel? Zijn ze stoer of juist gevoelig? Ik ga vandaag op onderzoek uit. Waar kiezen de echte mannen voor? Porsche of Hummer? Geen van beide. Wat dan? Een Landrover. Landrover. Groter, stoerder, vierkanter, tegen een deukje kan en ook mooi is als er een deuk in zit. Hummer vind ik mannelijker. Ik vind Hummer meer een kenauto. One night stand of een relatie? Ja, one night stand. Waarom? Waarom niet? Relatie, altijd. Heb je nooit een relatie gehad? Zo min mogelijk. One night stand, daar spuug je niet op hoor. Als man zijnde, dus. Bier of tequila? Verruil tequila door mezcal, zou ik zeggen. Mezcal. Bier. Whisky. Humor of looks? Looks, denk ik. Nee, humor. Humor, ik denk humor is het belangrijkste in het leven. Ja. Dus het is onmiskenbaar voor mij humor op de eerste plaats. Jasper, wat maakt jou een echte man? Mijn echte man maakt is dat ik heel erg graag buiten speel. Niet erg vind om vies te worden en ook wel een beetje tegen een spat regen kan. Ben je blij dat je een man bent? Ik ben verschrikkelijk blij dat ik een man ben. Ja, en het zal ik je vertellen waarom. Dat was altijd mijn gedachtegang. Gelukkig heb je het gevraagd. Ik kan staan. Alleen, het is veel makkelijker om een man te zijn, heb ik het idee. Plassen. Altijd? Heerlijk. Ja, kijk, mannen hoeven me nooit te bevallen. Wat maakt dat je een lijkt echte me man? Zoiets verschrikkelijks. Nee, dat niet af. Vriendelijkheid. Humoristisch, avontuurlijk. Recht door zee. Niet te veel zeuren als het even tegen zit. Beslissingen nemen, ver zijn. En schuld durven te bekennen. Passievol, ondeugend ook wel een beetje. Eerlijk en dat hij nuchter is. Dat hij nuchter in het leven staat. Wat is jouw levensmotto?
Oh, ik heb niet echt een levensmotto, maar ik vind wel dat je, als je je leven kunt invullen met de dingen die je leuk vindt om te doen, dat je dan een heel eind bent. Ja. Genieten, ik wil iedere dag genieten. En staan plassen natuurlijk. Het is me na vandaag nog niet helemaal duidelijk wat een echte man nou een echte man maakt. Maar de mannen die ik heb gesproken staan in ieder geval met heel veel passie en positiviteit in het leven. En als je mij vraagt, is dat ook het belangrijkste. Elke dag genieten.